De demonstratie in Amsterdam heeft het racisme-debat in Nederland nieuw leven ingeblazen. Overal wordt erover gepraat. Het roept enorm veel emoties op. Er zijn demonstraties in het hele land. Waarom is en blijft het zo'n heikel onderwerp? Welke rol speelt de politiek daarin en welke rol spelen we zelf? Aan tafel, antropoloog Gloria Wekker. Welkom, schrijfster van het boek Witte Onschuld. En Boris Dietrich, senator voor D66, allebei van harte welkom. Eerst maar eens even, het is heel druk bij demonstraties over de hele wereld. Mevrouw Wekker, ja, we hebben het natuurlijk gehad over afgelopen maandag. Was u verbaasd dat het daar zo druk was? Ik had niet deze duizenden mensen verwacht. Maar ik wist wel zeker dat het heel druk zou worden. Dat hoorde ik wel uit mijn kringen. Ja? En op Facebook zag ik dat... Grote delen van mijn politieke partij waren daar aanwezig. U bent zelf niet geweest, begreep ik. Artikel 1. Ik ben daar lijstduur van geweest. Ja. Nee, ik bedoel, naar de demonstratie bent u zelf niet geweest. Ik ben zelf niet geweest, omdat ik qua leeftijd tot de risicogroepen behoor. En een tweede ding was dat ik het moeilijk vond na zo'n lange periode slechts 1 of 2 of 3 mensen gezien te hebben, opeens in zo'n enorme massa terecht te komen. Ik trok dat niet. Dus ik heb het gevolgd op livestream. Ja, Boris Dietrich, voor u dezelfde vraag. Was u verbaasd dat het druk was? Eigenlijk wel. En dat komt omdat ik in mijn vorige beroep voor Human Rights Watch ook met organisaties demonstraties heb georganiseerd. En dan waren er toch heel veel mensen die liever achter de computer een petitie wilden aanvinken. Maar niet meer de straat op gingen. En nu opeens zag je duizenden mensen die ook zelf borden hadden gemaakt en met elkaar in gesprek gingen. En dat vond ik echt een verandering in vergelijking met de afgelopen jaren eigenlijk. Heeft u er een verklaring voor dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd mensen de moeite nemen om massaal de straat op te gaan? Ja, ik denk zelf dat mensen het zat zijn. Dat met name jonge mensen die een heel leven voor zich hebben en die willen solliciteren, die willen opleidingen volgen, die willen een huis hebben. Overal ontmoeten ze barrières. En ja, ze pikken dat gewoon niet meer. Ze zeggen, nu is het genoeg. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er zo'n incident in Amerika de aanleiding is. Maar dat er veel meer bij komt kijken en dat racisme wat we ook in Nederland hebben, ja, dat is op bepaalde manieren verborgen en dat komt nu aan de oppervlakte. Ja, ik ben het daarmee eens. Maar ik wil wel een paar kanttekeningen erbij maken. Kijk, voor zwarte mensen is het zo, voor mensen van kleur, laat ik zeggen, algemener, dat dat bewustzijn over racisme heel erg aanwezig is. Omdat je er iedere dag mee geconfronteerd wordt. Je wordt er iedere dag mee geconfronteerd. Je voelt je onveilig. Je weet dat je benadeeld wordt op een heel aantal terreinen. Dat je niet gemakkelijk aan huisvesting kan komen. Dat je sollicitatie met een vreemde achternaam niet in goede aarde valt. Kortom, in allerlei domeinen speelt het. Het is systemisch of institutioneel. Het opmerkelijke van deze demonstraties, zowel in de Verenigde Staten, andere landen, maar ook in Nederland, is dat zoveel witte jongeren nu op de been gekomen zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk. Hoe komt dat volgens u? Ik denk dat het zo is dat er, laten we over Nederland praten, dat er de laatste 10 jaar een verhoogd bewustzijn ontstaan is, onder witte jongeren ook, dat er sprake is van systematische ongelijkheid in deze samenleving. Dat mensen niet dezelfde kansen hebben. Ook al maken we onszelf zo graag wijs dat dit zo'n heerlijk land is waarin iedereen dezelfde kansen heeft. Dat is gewoon niet zo. En door publicaties, maar met name ook het activisme rond Zwarte Piet, dat is een brandpunt geweest en nog steeds, is dat bewustzijn bij een bredere kring mensen doorgebroken. Dus ik vond heel mooi bij een demonstratie in L.A. liep een groep witte meisjes met een spanbord. Sorry, it took us so long to show up.
Dat vond ik geweldig. Boris Dietrich, heeft het veel te lang geduurd voordat het, wat mevrouw Wekker zegt, ook in Nederland nu vol op tafel ligt? Want u noemde Zwarte Piet. Dat was natuurlijk een jaarlijks terugkerende discussie die door sommigen met vermoeidheid, door anderen met grote agressie werd aangegaan. En plotseling horen we in de Tweede Kamer de premier overstag gaan, Mark Rutte. Die zegt van, ik ben van gedachten veranderd. Ik ben er eigenlijk ook niet meer voor. Wat dacht u toen u dat hoorde? Toen dacht ik van, we zijn hier al decennia over bezig zelf. In de jaren 80 was ik actief voor de anti-apartheidsbeweging, ook in Zuid-Afrika. Het kantoor van Nelson Mandela's advocaat gewerkt, tegen racisme. En vanaf dat moment was het al bekend. En dan zijn we dus nu iets van 30 jaar verder. En nu is het gesprek er weer. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat als je tot, laten we zeggen, de witte meerderheid behoort, dat je als het ware als witte man fiets je door de samenleving met de wind mee. Dat zie je niet. Maar je hebt een bepaalde gang al, omdat allerlei dingen geregeld zijn zoals ze geregeld zijn. Terwijl als je iemand van kleur bent, dan is het meer een hordeloop. Dan, u noemde ook al huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs. Overal kom je obstakels tegen. En die zijn zichtbaar, nu ook zichtbaar gemaakt door de jonge mensen op straat. Ik vond het zelf ook heel hartverwarmend om te zien hoe ook iedereen zich daar nu achter stelt. Dus ik denk dat er een moment is ontstaan nu. En daar heeft ook, denk ik, de premier aan bijgedragen door dan te zeggen over Zwarte Piet, van dat hij zelf een ontwikkeling heeft meegemaakt en nu iets anders vindt. Ik denk dat dat goed is. Wat dacht u toen u dat hoorde? Het zou eens tijd worden. Maar ik ik vind het ook een belangrijke inhaalslag die hij maakt. Maar wat ik er heel interessant aan vind, is dat hij doet alsof er niet ontzettend veel studies al bestaan sinds de 70er jaren in de Nederlandse samenleving over racisme. Hij praat vanuit een soort emotie. Ja, ik heb nu de pijn van een klein zwart meisje gezien. Dat is toch niet de bedoeling. Daar wil ik niet aan meewerken. Maar ja, verder, als overheid kunnen wij daar niks aan doen. Nee. Dus we moeten echt nog wel een paar stappen verder gaan zetten. U zegt overheid. Kijk, we proberen, dat is een heel groot onderwerp, te onderzoeken. Waar komt het vandaan, ook in Nederland? Waarom is het zo lang onder de tafel geveegd of werd het gebagatelliseerd? De premier zegt van, ik wil toch niet het institutionele racisme, zover wil ik niet gaan, want dan krijg je ook mensen tegen je. We hebben het zo meteen over de Belastingdienst in Nederland. Daar is met die maat gemeten. Daar is gekeken naar de afkomst van mensen, de kleur van mensen, etnische afkomst. Is dat institutioneel racisme voor u allebei aan tafel? Nou ja, ik moet echt zeggen, ook als je die studies bekijkt, en laten we het even over de politie hebben, met etnisch profileren, we willen allemaal niet dat gebeurt, maar het gebeurt wel op straat. En de Belastingdienst noemt u, er zijn nog andere voorbeelden te geven. Dus ik denk, instituties die worden bemensd door mensen. En mensen hebben soms vooroordelen, soms ook niet natuurlijk. Maar het is er, het is in Nederland en we moeten dat onder ogen zien. En we moeten ook echt stappen zetten. We hebben een prachtig artikel 1 van de grondwet. En niemand mag op welke grond dan ook gediscrimineerd worden. En toch het gebeurt het. Ja. Dus, we hebben ook natuurlijk de politiechef Fatima Aboulouafa, die bekend heeft gemaakt van er is sprake van racisme binnen het korps. Ik heb het gezien. Politieagenten noemen zichzelf Marokkanenverdelgers. Dat hebben we allemaal gezien. Toch, ik ben zo benieuwd, want u heeft hier al heel lang, is dit uw thema. En ik denk dat u ook veel weerstand heeft ontmoet als u het hierover had. Ziet u nu dat moment dat een premier van een land zegt van, ja, ik moet toch erkennen dat het er is en dat we het gaan veranderen. Is dat een doorbraak? Ik zie de doorbraak niet zozeer in zijn uitspraak. Want er moet heel wat volgen op die uitspraak. Ik ben omgegaan wat Zwarte Piet betreft. Dan moet er beleid komen. Dan moet je gaan nadenken. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe zou je het moeten pakken? Wat vindt u dat hij moet gaan doen? Hij is al 10 jaar premier, dus hij heeft alle kansen gehad. Ik zou zeggen dat hij, net zoals veel anderen, onderwijs moet krijgen in hoe racisme werkt. Want hij praat
voor de vuist weg. Uit zijn gevoel spreekt hij. Daar hebben we niets aan. We weten dat hij heel iedere veel donderdag mensen... heeft hij les op een middelbare school. Right. Dat is een gekleurde school, heb ik begrepen. Niemand is er ooit bij geweest, behalve de leerlingen. Zouden die hem niet ook vertellen, nu? Dat zou ik hopen. Maar wat hij tot nu toe voornamelijk gezegd heeft, is: je moet je invechten. Ja. En soms volg daarop. En als het je hier niet bevalt, dan pleur je op. Dat heeft hij gezegd. Ik denk dat het belangrijk is dat er op brede schaal verhoging van het bewustzijn, van de kennis van hoe racisme werkt, zijn intrede doet in het onderwijs. En dat geldt voor heel veel mensen, voor ons allemaal. We praten er op een soort manier over alsof het om gevoel en sentiment gaat. Er liggen allerlei gegevens op tafel waaruit blijkt dat het een systeem is. Ja, want hoe ik daarop zou willen reageren is, ik kan me herinneren, vorig jaar werden wij als Eerste Kamer gekozen, geïnstalleerd. Toen had ik heel trots een foto van alle 75 Eerste Kamerleden op Facebook gezet. En een van de eerste reacties was: dit is niet de Eerste Kamer, dit is de Witte Kamer. En toen keek ik naar die foto en toen dacht ik, ja, inderdaad. En daarom is het zo belangrijk dat die instituties in Nederland, onder andere de Eerste Kamer, maar ook natuurlijk andere dingen, dat die zich echt openstellen voor mensen met een andere achtergrond. Want die nemen een andere soort kennis met zich, brengen ze met zich mee, waardoor de samenleving verrijkt. En mijn gevoel is, in de afgelopen jaren heb ik voor Human Rights Watch in heel veel landen gewerkt en steeds hetzelfde mechanisme gezien als ik probeerde antidiscriminatiewetten voor te stellen in die landen. Dat mensen het gevoel hadden, maar wij doen het al eeuwenlang zo en het gaat goed, wij de meerderheid. En dan komt er iemand van een minderheid en die zegt het moet anders. Mensen hebben dan het gevoel dat ze een soort de macht moeten verdelen of afstaan. En voelen dat als een verlies. Terwijl uit allerlei onderzoeken ook blijkt dat het een verrijking is. Ja. Als er een divers personeel is, als op het hoger niveau. Schetst, hè, van de Eerste Kamer, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Eerste Kamer. Nee. Het geldt voor de Tweede Kamer, het geldt voor het bedrijfsleven. In Amerika op dit moment, in Washington D.C., was een hele grote demonstratie voor het Witte Huis. De burgemeester van Washington D.C. is een African-American dame. Die nu volop in gevecht is met Donald Trump, de president, over wie is de baas in deze stad. Right. Yeah. En u zei net voor de uitzending, vond het zo mooi dat zij in gele letters door een kunstenaarscollectief op de straten in Washington heel grote tekst Black Lives Matter heeft geschilderd. Dat zien we hier nu. Dat is een straat die komt uit op Lafayette Park voor het Witte Huis. Zwarte burgemeester. Yeah. Zie je in Nederland niet? Nee. Ik geloof dat we er drie hebben. De burgemeester van Almere, bijvoorbeeld, Frank Weerwind. Ja. Vrouwelijke burgemeester hadden we het over. Een vrouwelijke burgemeester. De burgemeester van Washington is een vrouw. Ja. I mean, ja, maar we lopen echt wel achter, hè, als we ons vergelijken met de Verenigde Staten. Dat is interessant dat u dat zegt. We lopen achter op de Verenigde Staten. Ja, zeker. In goed en in slecht opzicht? Met name gebrek aan kunnen praten over ras. Dat is zo verder doorgevoerd. Iedereen heeft daar een soort bewustzijn van. Ja. Niet iedereen is het ermee eens, daar niet van. Maar mensen kunnen erover praten. Hier in Nederland hebben we het zo lang ontkend. Zo graag dat positieve zelfbeeld vastgehouden van, ja, racisme hebben we in de Verenigde Staten, in Zuid-Afrika, maar op de een of andere miraculeuze wezen. Maar u zegt dus van, er wordt daar veel meer over gesproken. Tegelijkertijd zijn de extremen veel groter. Daarom hebben we dit gesprek. Omdat George Floyd 12 dagen geleden gewurgd is of doodgedrukt is door politieagenten. Die praten daar op een hele andere manier over. Nou, u en ik hebben allebei in New York gewoond, dus we weten hoe het er daar aan toe gaat. Wat mij opvalt is, als racisme als onderwerp in Nederland aan de orde komt, dat, laten we zeggen, mensen zoals ik van de witte meerderheid zich aangevallen voelen als het onderwerp ter sprake komt en er meteen een soort schild
voor wordt gezet, een soort verdedigingsmechanisme. En dan verzandt het gesprek in allerlei incidenten en dergelijke. Terwijl het moet gaan over dat bredere van wat kunnen wij met z'n allen doen. Want de samenleving wordt er gewoon sterker van als we met z'n allen dat samen doen. Ja. Mag ik het gesprek samenvatten met u beiden? Want volgens mij zegt u dat allemaal, dat allebei, en dat is toch heel hoopvol, dat de jonge generatie, een nieuwe generatie besloten heeft, het is genoeg zo. Uit één hoek, het is heel divers en zeer kleurrijk. En dat is iets om vrolijk van te worden, toch? Dat is hoop. En goed naar te luisteren en het inderdaad ook vervolg te geven, ook in het politieke debat. Ja. Het moet niet alleen bij de straat blijven, het moet ook verder doorgevoerd worden. Gloria Wekker en Boris Dietrich, ontzettend bedankt voor jullie komst vandaag. Graag gedaan.